Ja, de kogel is door de kerk. Het nieuws is al wat langer bekend. Gakpo gaat naar Liverpool. En dus is de grote vraag natuurlijk, niet alleen gaat hij daar slagen, maar ook wat gaat PSV ervoor terughalen? Want er zijn al wat namen die worden genoemd. Daan, redacteur van voetbalnieuws.nl. Ja. Je hebt er ook al over geschreven. Vertel. Ja, de eerste naam die ook van de zomer al rondging, dat is natuurlijk Jesper Karlsson van AZ. 24 jaar, doet het al een aantal jaar goed bij AZ. Maar die zal wel flink geldbedrag moeten gaan kosten. 20 miljoen, okay. Schijnt. En dat wil AZ ervoor hebben. Dat schijnt wel, ja. En ja, kijk, hij doet het natuurlijk wel goed. Scoort veel assists, maar neemt ook de penalties vrijwel altijd bij AZ. En is dit jaar, mede door blessureleed, niet super erg in vorm. Dus is maar de vraag of PSV dan gelijk zo'n geldbedrag wil neertellen voor hem. Ja. Ja, dan hebben we nog een andere speler. Dat is Viktor Tsigankov. Oké, okay, kwam er gelijk lekker uit. Ja, zeker. Het is van Dynamo Kiev. En die is aan het einde van het seizoen is hij transfervrij. Alleen het enige is dit dan de directe opvolger van Gakpo, is een beetje de vraag. Omdat hij is linksbenig en speelt voornamelijk op rechts. Dus dan zou hij eigenlijk eerder een concurrent zijn voor Noni Madueke. Uh-huh. En dan hebben we nog Fabrizio Romano. Die bracht ook nog een laatste speler, dat is Brien Hiltzen. Okay. Van Molde. En die speelt dit seizoen aardig. Heeft 16 goals in 13 wedstrijden. Kan op elke positie in de voorhoede uit de voeten. Maar ook komt voornamelijk vanaf links met rechts naar binnen. Beetje zoals Gakpo, dus ook net als Karlsson. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee die meer voor de hand liggen. Alleen bij Brien Hiltzen is het een beetje de vraag. Is het wel echt dat hij met PSV in verband wordt gebracht? Want dus volgens de Noorse bronnen zijn er eigenlijk helemaal geen contacten tussen beide clubs. Okay. Dus het zou wel kunnen, maar ja, het is een beetje de vraag. Maar ze zoeken dus wel weer echt een type Gakpo eigenlijk. Ja. Kijk, ik zou het zelf ook nog wel wat vinden voor die rechtsbuiten van Dynamo Kiev. Ik bedoel, Noni Madueke is best wel vaak geblesseerd. Ja. En ze hebben eigenlijk deze zomer al ingespeeld op het vertrek van Gakpo door El Ghazi aan te trekken. En dat is een speler die kan prima vanaf links komen met rechts naar binnen. Precies zoals Gakpo doet. En als jij een extra rechts buiten haalt, dan heb je dus dan zorg je ervoor dat, stel dat Madueke weer geblesseerd raakt, ja, dat je El Ghazi niet op rechts buiten moet zetten. Dat, ja, je die sowieso op links buiten kan laten staan. En dan heb je gewoon een extra optie in de aanval erbij. Ja, zeker. Oké, maar welke optie van deze drie die je net noemt is het meest voor de hand liggend? Ik denk dat El Ghazi, dat hij sowieso de positie op linksbuiten gaat overnemen. En dat er dus niemand gehaald gaat worden. Die kans is vrij aanwezig, ja. Oké, okay, ja. Dus eigenlijk kan deze video weer de prullenbak in. Nou, dat niet. Ik bedoel, transfervrij een speler aan het einde van het seizoen bij Dynamo Kiev ophalen, dat is ook prima. 25-jarige jongen. Dus dat zou ik een hele goede optie vinden. Ja. Die werd ook deze zomer nog in verband gebracht met Feyenoord. Maar we gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. We houden het in de gaten. Daan, dankjewel voor je toelichting. Geen probleem.